Digital Marketing Live vanuit de beurs van Berlage. Aangeschoven is Emiel Spies. Emiel, je bent van Lexa. En je hebt vandaag een presentatie hier gegeven onder de noemer Dating in a Mobile World. Hoe anders is dating in a mobile world dan in een andere world? Ik denk dat we natuurlijk in de afgelopen jaren heel erg gegroeid zijn in mobiel. En dat we eigenlijk ook niet om mobiel heen kunnen. En dat mensen natuurlijk, online dating is echt een mobiel iets geworden. Dus ik kan niet zeggen dat we echt mobile first nu zijn geworden. Want het is echt een compleet platform waar we zowel desktop als mobiel, waar mensen singles eigenlijk gebruik van maken. Maar je ziet wel dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van onze mobiele producten. Dus de apps en de mobiele websites. Wat is nu de verhouding tussen website en mobiel? Nou, als je kijkt, het is een beetje hoe je kijkt. Dus natuurlijk als je kijkt, het aantal mensen die inlogt bij ons is ongeveer 70% al op mobiel. Maar als je kijkt naar het aantal registraties wat wij, mensen die zich bij ons inschrijven, dat gebeurt ongeveer 40% op mobiel en 60% nog op desktop. Dus het is heel erg een mix van beide stukken. Maar wat maakt zeg maar, de mobiel en de toename van mobiel gebruik voor jullie anders? Ik denk dat we vroeger zijn we begonnen als echt een dating site. De traditionele dating site, om het zo te zeggen. Maar in de jaren zijn we eigenlijk meer een platform geworden waarbij we meer de keuze bij de single hebben kunnen geven. Hoe zij willen daten. Dus met een mobiel product, maar ook met een tablet. Is het veel makkelijker om eigenlijk de keuze te geven aan de single. Dat zij kunnen bepalen of ze onderweg op hun mobiel willen daten. Of 's avonds op de bank, op de laptop of een tablet. Dus dat is heel makkelijk en ja, veel makkelijker voor de single. Ja. Hey, er zijn voor jullie natuurlijk ook. Jullie zijn niet de enige. Dating is een populair genre. En met name kennen we natuurlijk ook de voorbeelden van het swipen langs personen. Als je even daarnaar kijkt, hè, het specifieke van een mobiel, van gebruik op een mobiel. Wat is daar anders in als het over jullie terrein gaat dan op een desktop? Mensen gebruiken het gewoon echt heel anders. Je hebt één duim waar je mee werkt, maar we hebben ook een completer product eigenlijk. Je kan meer doen misschien wel op ons mobiel product. Dus inderdaad met swipen, maar ook geolocatie. Kijken welke mensen bij je in de buurt zitten, in de buurt wonen of op dat moment waar jij bent. Dat je die kan vinden op mobiel. Dus je hebt op mobiel eigenlijk veel meer mogelijkheden om singles eigenlijk te zoeken en in contact te komen. Dus ik denk dat dat de kracht van mobiel is, dat je veel meer mogelijkheden kan aanbieden. Ja. Jij hebt succesfactoren en veel factoren. De lessen, geleerde lessen heb jij gedeeld op het podium. Wat waren daar de belangrijkste van? Nou, het waren vooral de succesfactoren van onze mobiele campagnes. Dus we hebben natuurlijk heel veel marketing om onze singles tot ons, dat ze zich bij ons inschrijven. Mobiel is daar een heel belangrijk stuk voor geworden, doordat we ook heel veel op mobiel zitten. Ik denk dat de succesfactoren echt in die mobile experience zitten. Dat je zowel het product echt aangepast is op mobiel en niet een kopie moet zijn van je desktop site. Dat je moet kijken naar de mobiele features, hoe mensen mobiel gebruiken. Maar ook bijvoorbeeld bij een landing, hoe belandt iemand van een klik op een banner of een tik eigenlijk op mobiel. Hoe gaat die funnel daarachter, hoe werkt het op mobiel? Dat is ook weer een heel groot verschil tussen mobiel en desktop. En dan moet je veel simpeler, veel meer gebruikersgemak toepassen om de conversie even hoog of groter te krijgen dan desktop eigenlijk. Ja. Ik heb hier vandaag mensen aan tafel gehad die van de stroming, zeg maar storytelling hè, als bedrijf. Je moet stop met die klassieke marketing, maar doe aan storytelling. Vertel het verhaal van je bedrijf en dat verhaal dat gaat zich verspreiden. Op jouw gebied, jullie hebben nog wel een groot budget nodig voor marketing om in beeld te komen bij het publiek. Ja, ik denk dat marketing, bij ons zit er heel veel performance, omdat eigenlijk alles direct gemeten wordt. Ons product is de dienst online, dus alles de inschrijvingen zijn het belangrijkste. Maar als marketing het verhaal natuurlijk achter het platform, dat is een heel belangrijk stuk wat we ook vertalen meer in de creatie. En dat is vooral het empoweren van singles, om jezelf te zijn en ook erop uit te gaan om andere mensen te ontmoeten. Ik denk dat onze grote boodschap is in marketing. Wat je heel goed kan combineren met performance. Maar het zijn wel twee aparte werelden uiteindelijk. Branding en performance. Ja. Jullie doen dit al een tijdje. Je hebt de opmars, de opkomst van de mobiel gezien. Is dating
aan zich ook nog aan verandering onderheven? En hoe dan? Ja, zeker. Ik denk dat in de afgelopen jaren is de categorie daten is heel erg open geworden. Dus mensen zijn veel meer open om online te daten. Ik denk dat mobiel daar inderdaad een hele grote factor in is geweest. Daarnaast is het ook, de singlemarkt groeit ook. Nog steeds. Dus ja. Het is ook meer dat... Meer echtscheiding is goed voor jullie? Nou, dat niet zozeer. Maar mensen blijven ook langer single. Dus het is ook... Mensen schamen zich niet meer voor om single te zijn. Het is ook helemaal niet erg om single te zijn. Het is juist eigenlijk een hele leuke periode in je leven. Daar moet je eigenlijk alles uit kunnen halen wat je wil. En dat maakt voor ons ook dat de doelgroep blijft continu in beweging. En aan de andere kant is de doelgroep die verandert elke dag. Dus elke dag besluiten mensen om online te daten. Maar worden ook mensen 18. Een relatie inderdaad die op dat moment een nieuwe relatie zoeken. Dus die doelgroep is heel erg, in beweging, actief eigenlijk. Dat je elke keer weer nieuwe mensen hebt die toe zijn aan daten. Ja, want vroeger was het, langer geleden dan, was het eigenlijk misschien nog niet iets waar je echt voor uitkwam. Hè? Dat je dat je niet gewoon iemand in de kroeg tegen kon komen of kon oppikken of wat dan ook. En dat is dus dat is enorm veranderd. Ja, ik denk dat mensen zich niet meer schamen om een dating-app op hun telefoon te hebben of er gebruik van te maken of dat te zeggen. Het aantal verhalen wat ik hoor als ik zeg dat ik bij Lex zou werken, dat er dan altijd wel iemand in de familie of bij vrienden iemand ze via Lex heeft gevonden. Dat is heel groot, maar het is ook veel meer dat mensen dat ook openlijk toegeven. Ik denk dat taboe ook heel groot al weg is eigenlijk. Ja. Hey, bij veel andere producten wil jij graag dat de mensen die ervoor werken eigenlijk ook de gebruikers zijn? Geldt dat voor jou ook? Sorry? Dat die ook de gebruikers zijn van het product, zeg maar? Ja, werken zeker. Er alleen singles bij Alexa? Nou, nee, ik heb zelf ook een relatie, maar ik gebruik ze natuurlijk wel om te testen. Maar iedereen heeft allemaal dating apps om te proberen en vooral als product natuurlijk te testen. Ja. En dat maakt het ook wel leuk om te zien wat er gebeurt op dat platform. En dan weet je ook veel beter wat de single, wat je doelgroep is. Is de volgende fase voor jullie wel mobile first? Nou, nee, vooral echt een 360 graden platform zijn. Dus we hebben naast een desktop en tablet en mobile bieden we ook events aan. Dus ook in real life dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dus we willen eigenlijk meer een dating service zijn in plaats van een dating site. En dat is eigenlijk ons grote doel. En dat is altijd onderhevig aan technologie. Dus hoe mensen technologie gebruiken en wat er in de toekomst de new thing wordt, dat is de vraag. We zitten nu bijvoorbeeld met smartwatch, zijn we op ingesprongen, daar hebben we ook een product voor. De next thing, dat is ook iets waar we op in moeten springen. En waarschijnlijk misschien wel het nieuwe online daten wordt. En daar willen we natuurlijk wel op tijd bij zijn. Is dat voor jullie wel belangrijk om een early adopter te zijn die dit onmiddellijk wel dingen gaat uitproberen zoals een smartwatch? Ja, we zijn echt marktleider op het gebied van daten over de hele wereld. We zijn een onderdeel van Match Group. En daarbij eigenlijk is het key dat we heel veel learnings opbouwen van wat we nu doen. Maar vooral naar de toekomst kijken. En kijken naar de nieuwe mogelijkheden voor de doelgroep om te kunnen daten. En hoe ze dat ook willen. Je zegt we zijn onderdeel van een internationaal concern. Welke rol spelen jullie daarin? Krijg je van internationaal een app uitgerold, zeg maar? Of spelen jullie, of is een Nederlandse app anders dan een Amerikaanse variant? Hoe werkt dat? De Amerikaanse wel. Ze hebben 45 merken over de wereld. In Europa hebben we Meter Group. Dus dat is eigenlijk een vijftal merken wat onder hetzelfde platform werkt. Maar alleen in Nederland is het onder het label Lexa. Maar bijvoorbeeld in de meeste landen heet het Meetic. Het voordeel is dat je dus een product kan maken voor 15 landen tegelijk. En daardoor uit kan rollen voor 15 landen. En daardoor ook sneller productontwikkeling kan maken. Zonder dat je per land gaat kijken wat je nodig hebt. Ja. Oké, dankjewel voor deze uitleg en veel succes verder. Ja, graag gedaan. Dank u wel. De hele dag zijn we op Digital Marketing Live in de beurs van Berlage. Een stuk of 15 interviews doen we. Als je niet live kunt meekijken, dus als je dit on-demand ziet, dan weet je dat je die allemaal ook on-demand kunt terugkijken. Onder meer op YouTube, fastmovingtargets.nl, de site. En natuurlijk bij Immers. Dankjewel.